Welkom bij het laatste nieuws van de kinderpostzegelactie 2015. In de kort gaan de kinderen starten met het verkoop van de kinderpostzegels. En iedereen wil natuurlijk een topverkoper worden. Maar hoe doe je dat nou? We gaan nu over naar onze verslaggever Simon. Wel, die zal naar Ramon. Ja, ik ga nu inderdaad kijken hoe het met de postzegelverkoper is. Ik ga ze een stukje volgen. Wil je kinderpostzegels kopen? Jawel. Wacht! Wacht, nee, dat mag niet. Dat mag niet. Sorry, dit zal nooit meer gebeuren. Nee. Echt niet. Ja, dat wil ik wel. Kijk, doe eens. Nee, dat mag niet. U mag geen contant geld dat mag u niet weggeven. Oh. Sorry, het zal nooit meer gebeuren. Goed, ik maak het wel over, ja? Ja. Oké. Ja. Doei. Nee. Wacht eens even. Waar is het gebeld toch? Weet ik niet. Zullen we daar een briefje bij zeggen? Goed. Kinderpostzegels verkopen! Wat moet dat hier? Sorry, mevrouw, dit zal nooit meer gebeuren. Ik zweer het echt. Sorry. Hallo, met meneer Arts. Hallo. Vergissing! Hallo meneer, wilt u pas zegels van ons kopen? Nee, sorry, ik heb ze al gekocht. Jongens, kom op, kun je niet kijken, daar hangt al een zegel. Jongens, kom op, hè. Ga naar een plek waar het lekker druk is. Kinderboerderij! Ja, dat ja, beter. Nou, dat ging volgens mij erg goed. Nou, terug in de studio. Dankjewel, Simon, voor dit waardevolle interview. Volgens mij ging niet alles heel erg goed. Jammer Simon, volgend jaar hopelijk beter. Maar gelukkig zijn er nog goede lijsten die goed zijn ingevuld. En nu over naar het weer. Fijne avond nog. Mooi weerdag. Jawel, de zon is er bijna. De zon is er bijna voor. Het is triest. Maar u kunt er een verandering in brengen. Door nu, kinderpostzegels te kopen. En te doneren, maakt niet uit wat, maar ze hebben dringend nodig. Echt waar.